Op donderdag 4 april is het zover. De lang verwachte nieuwe reality-serie met niemand minder dan Frans Bauer en zijn gezin gaat van start op NPO 1. Afro Tros heeft dit nieuws vandaag officieel bekendgemaakt. De titel van deze nostalgische serie is De Bouwers, 20 jaar later, en het belooft een boeiende inkijk te geven in het leven van de zanger en zijn familie, twee decennia na hun vorige reality-avontuur, De Bouwers. In deze nieuwste reeks worden we meegenomen in de alledaagse beslommeringen van Frans Bauer zijn vrouw Mariska en hun zoons Christian, Jan, Frans junior en Lucas. De rode draad door de serie is de nadruk op humor en gezelligheid, waarbij de kijker een blik achter de schermen krijgt van het wel en wee van deze bekende Nederlandse familie. Maar zoals het echte leven betaamt, wordt er ook ruimte gegeven aan minder vrolijke momenten, zoals het gemis van Frans' vader, die acht jaar geleden overleed, en de gevolgen van het herseninfarct dat Mariska twee jaar geleden trof. Het is niet de eerste keer dat de Bouwers de Nederlandse huiskamers veroveren. Twintig jaar geleden was de Bouwers ook al te zien, destijds op RTL4. Een opmerkelijk feit is dat deze TV-show in 2004 de prestigieuze gouden televisiering in de wacht wist te slepen, waarmee het succes van de familie Bouwer in de televisiewereld werd bekroond. Met deze nieuwe serie kunnen kijkers zich dus opmaken voor een hernieuwde kennismaking met de Bouwers, waarbij de mix van lachwekkende momenten, ontroerende situaties en een vleugje nostalgie garant staat voor boeiende televisieavonden op NPO 1. Laat het aftellen naar 4 april beginnen, want de bouwers zijn klaar om hun intrede te doen in het Nederlandse televisielandschap, ditmaal met een verhaal dat 20 jaar aan ervaring en belevenissen rijker is.